Toen ze op een gegeven moment moesten gaan dansen op het gedicht, toen ze dat dansje hadden ze al ingestudeerd, heb ik wel een soort rondje gevraagd van hoe vonden jullie het gedicht? En daar was eigenlijk in eerste instantie gewoon zwijgen. Geen reactie. Omdat TikTok hype is. En omdat ik het heel fascinerend vind dat TikTok vooral gewoon zo random overal in de stad gedaan wordt. In de stad, op het strand, maakt niet uit. Dat de tieners van nu zich niet schromen om in de publieke ruimte, waar dan ook maar, een dansje eruit te gooien. Ja, de locatie is dus vanzelfsprekend de Kunsthal. En daar was ik enorm blij om, want ik vind de Kunsthal echt een schitterend gebouw. En ik heb dus in eerste instantie goed rondgekeken in de Kunsthal waar ik de performance zou doen. Ik wilde meer de Kunsthal beter kunnen zien. Dus zodoende was eigenlijk de roostervloer een uitgelezen plek. Krijgt het heel veel ruimte om de Kunsthal zelf, het gebouw, gewoon heel goed te kunnen zien. De matchmaker is eigenlijk een soort regisseur die andere disciplines erbij haalt om één performance te maken. Dus niet dat je alleen als kunstenaar zelf ook in het middelpunt van de performance bent. Dacht ik, weet je, ik wil niks te artistiek, ik wil iets met jongeren en TikTok. Nou, dacht ik, is gelijk het eerste idee. En ik hou heel erg van samenwerken. Ik vind dat sowieso altijd spannend, dat je elkaar aanvult en elkaar uitdaagt. En ik wist wel heel snel dat ik ook met Joeri wilde werken, want ik ken hem al wat langer. En ik vind zijn werk heel interessant, vind zijn gedachtegang interessant. Die bemoeit zich natuurlijk toch met de algemene regie en het geluid. Joeri maakt redelijk abstracte muziek en hij was van mening dat de TikTok-muziek gewoon echt herkenbaar moest blijven. Zowel voor de kinderen die TikTokken als gewoon voor het hele fenomeen TikTok. En ik wil tegelijkertijd ook nog steeds de herkenbaarheid van TikTok nog groter maken. Dus hij heeft echt de piepjes ook uit het TikTok gehaald. Want dat aftellen in TikTok is heel belangrijk. Pia is natuurlijk van de casting en die onderhoudt contact met die kids. En Giorgio is een coach en die is ook echt bij de les aan het houden. En dus ik vond eigenlijk dat die kinderen, de TikTokkers, al de kunstenaars waren, moesten zijn. De mensen in mijn team, die voelden echt wel onmiddellijk aan wat ik bedoelde. Ik wilde ook met name er een volgende laag opleggen, namelijk ik wilde de kwetsbaarheid van de tieners laten zien. En ik dacht, dat kan ik wel doen door puur te TikTokken, maar ja, hoe vat je kwetsbaarheid van tieners, jongeren, het beste als in een gedicht? Deze dag gaat over zeer. Over hoe je met het schroom in je benen en je tegen beter weet in wie de gordijnen openschuift. Dus dacht ik, ik wil poëzie. Ik wil gewoon echt klassieke poëzie, misschien zelfs wel zware poëzie. En nou, dat was echt totaal bizar, omdat ik diezelfde avond Marieke Lucas Reineveld op de televisie zag. En dacht, ja, die moet het ook gelijk zijn. Verwacht geen zachtzinnigheid. Toch dit feest binnengestapt. Verwacht geen zachtzinnigheid. Deze heb ik dus uitgekozen omdat ik die het meest vond slaan op wat deze generatie eigenlijk te wachten staat. Het mooie, weet je, de overgang waarin tieners zitten, weet je wel, de verandering, de morele groei, de seksuele identiteit, alles, weet je, alles begint te borrelen. En daar zijn zij zelf, in dat TikTok vind ik heel luchtig over. Terwijl in poëzie vang je dat veel, ja, veel algemener, veel grootser. Bitch, I got it out the mos. You wanna fight on toss. I'm talking about We hebben die kinderen natuurlijk allemaal gewoon echt via TikTok ook gezocht. Niet allemaal, hè. We hebben op straat gezocht als ze zagen TikTokken. Maar we vonden het beste om ze gewoon direct eigenlijk via TikTok te benaderen. Omdat je dan ook gelijk kon zien hoe dans je. En ja, de meeste, als je dan, ik gaf gewoon aan dat we een TikTok performance aan het maken waren. En nou, daar waren de meesten wel gelijk heel enthousiast over. Toen ze op een gegeven moment moesten gaan dansen op het gedicht, toen ze dat dansje hadden ze al ingestudeerd, heb ik wel een soort rondje gevraagd van hoe vonden jullie het gedicht? En daar was eigenlijk in eerste instantie gewoon zwijgen. Geen reactie. Toen kwam er een sobere mooi en de andere, ik snap er helemaal niks van. En terwijl, ja, ik kan me ook voorstellen dat ze zo reageren. En ik kan me ook voorstellen dat als ze hier een tijdje, weet je, als ze het nog een paar keer terugkijken, ze horen het nog een paar keer, dat het misschien voor hun een andere verdieping krijgt. Dat ze er toch aan gaan wennen en dat ze, ja, zoals het ook hoort bij poëzie, denk ik op een bepaalde manier wel kunnen gaan lezen, op een eigen interpretatie erop los kunnen laten.
verwacht geen zachtzinnigheid. Toch dit feest binnengestapt. Met het voornemen van doe maar gewoon en zwel niet van gramschap. En weer geraakt in wie ben je, maar geen klaagzang dit keer. Ja, het matcht heel erg. Het komt op zijn plek, het komt bij elkaar. Ja, en ik mag gewoon een beetje toekijken eigenlijk. Heel fijn. En je loopt langs de straat en ziet daar het meisje staan. Groet haar. Je zou haar nu ten dans willen vragen.